Hallo allemaal! We zijn echt de leukste mukbang ooit. Ik ben met Isabelletje, yes. Mijn zusje. En wij hebben een mukbang waar wij denk ik al maanden naar craven. Niet normaal. Het is echt niet normaal. Voor de mensen die het kennen, we hebben In-N-Out nagemaakt. Dus we hebben de onion burgers. Ja, de Flying Dutchman. Oh ja, de Flying Dutchman, zo heet die. En we hebben de animal style fries. Ja. Nou, als je mij gelukkig wil maken... En een bak met heel veel saus. Hoe gaan we dit eten? Ja, ik denk dat je het best kan pakken. We hebben dit allebei trouwens nog nooit op. Nee, we hebben nog nooit gegeten. En we crave hier... Oké, we hebben wel wat kleinere burgers, want we konden geen grote uitvinden. Dit van mij was helemaal uit elkaar. Goed beet pakken. En dan saus. En dan, ja, heel veel mensen, die hebben van die zakjes saus die ze er overheen gooien. Dus ik doe het gewoon zo. Ja. En dan neem je een hap. Dus het is burger, ui en cheddar kaas. Ja. En dus saus. Big Mac saus eigenlijk. Ja. Is dat toch? Oké, okay, nou cheers. Yes! Ik ben zo benieuwd. Wij beginnen ook gewoon meteen met eten, want ik kan we trekken het niet meer. Ik trek het niet meer. Ja. Nee. Is helemaal. Dus mijn burger is wel nog een beetje rauw. Hoe maakt dat uit? Nee, toch? Nee. Kijk er. Oh ja, nee. Ja, dit is niet normaal. Kijk hoe dit eruit ziet, hoe goor. Het ziet er zo goor uit dat het zo lekker is. Volgens mij is heel mijn bek onder. Oh, maar het is wel echt lekker. Maar het is niet die gebakken ui. Nee. Ja. Dit vind ik insane. Dit vind ik echt insane. Je hebt echt geen brood nodig. Nee. Maakt het juist, zou het juist vies maken. Je wilt gewoon die pure ui. Oh. Ja, dat wil je. Je eet het zo goor. En dan maak je zo goor. Ik denk dat ik haat ga krijgen weer zo goor eet. Maar even serieus. Ja, boeien. Ja. Dat is mijn echt lekker. Deze uien zijn zoet. Dat maakt het wel beter. Ik denk het ook. Zijn ze scherp? Nee, helemaal niet. Mmm. Ja. Ik proef die cheddar ook wel echt goed hoor. Normaal proef ik nooit cheddar op een burger. Is echt, dat vind ik echt lekker. Holy fuck. Jongens, maak dit. We hebben een TikTok van gemaakt. Ja. Hoe we dit hebben gedaan. Ik ga nu de patat Als je deze craving niet kent, denk je ook echt wat gebeurt hier. Ja, als je deze craving niet hebt, snap je die. Maar kijk dit. Gewoon een hele brok met kaas en saus en ui. Mensen, wij gaan gewoon de eerste minuut kruid vereten. Je gebakken ui. Is het goed gelukt? Ja, helemaal. Jongens, mijn eerste mukbang in mijn nieuwe huis. Ja. Fucking leuk. Zo hier leuk. Kan ik zoveel chiller mukbangs filmen. Dit is echt perfect. Want dit is gewoon een lekker grote tafel. Mm-hmm. Je zit bij het raam. Mm. Nee. Lekker hè? Kijk dan die Die gebakken ui aan. Ja, die friet wordt sowieso zompig, maar dat maakt het ook wel weer. Ja. Dat een grote hap nemen. Al die saus om je mond heen zit. Ja. Ja. Vertel alsjeblieft wie nog meer deze craving heeft. We kunnen toch niet de enige zijn? Wie heeft... Maar ik denk dat ons Animal Style Fries wel bekender is. Ja. Maar die Flying Dutchman burgers kan bij mij... Alleen maar. Alleen maar voor jou. Kijk, dat is een lekkere... Zo, ik proef die cheddar heel goed ja. ook. Dat maakt het echt heel lekker. Oh. Wij kantelen dit weer in 1 minuut. Zal nu maar. Even rustig aan doen. Ja. Hallo allemaal, welkom. Welkom bij een nieuwe video. Het is 4 uur en we hebben de hele dag nog niks gegeten. Nee. Ja, ik vanochtend 1 broodje. Ja, en ik heb zelfs gesport, hè. Nou, dan krijg je zoveel honger. What the fuck, hoe leef jij nog? Ja, niet. Daarom dit naar achter te werken alsof mijn leven ervan Maar ik vind die burger zo fucking lekker. Maar wat is bijvoorbeeld nog een craving wat we ook kunnen namaken? Ja, hebben jullie cravings? Laat even weten in de comments. Want misschien toch weer een keer die kip met kaassaus. Dat heb ik ook wel eens gedaan bij de KFC. Ja, die dip erin. Ja. Daar heb je echt goede... Ja, of die korndel en zo. Hebben we ook wel eens gedaan. Volgens mij kan je dat nu wel in Amsterdam halen. Ja, die Aziatische gerechten. Sorry jongens, ik ben heel erg verkouden. Dus jullie denken dat ze zitten te snotteren. Maar die Aziatische dingen vind ik echt fantastisch. Ja. Maar ook gewoon die vent. Ik weet niet hoe hij heet. Sok Choi? Nee, die andere. Die heb ook altijd burgers. En die heb altijd zo'n geel en een oranje-achtige saus. En dan dipt hij zijn burger en zijn corndogs en alles dat wil ik ook. Helemaal in. Maar ik zit dan echt vol naar 1 burger. Ja, ik ook. Maar hij vreet heel die tafel leeg met hash browns en smak. En die blikken smak met pakjes. Niet normaal. Nee. Maar hoe is het met jou, Isabel? Misschien even een leuk update voor de... Het is al een tijdje geleden dat we
mukbang hebben gefilmd. Die laatste mukbang was ook met Bo, die McDonald's mukbang, met Tess V. Oh, dat is echt... Dat is heel lang geleden. Dat is echt heel lang geleden. Dat was een half jaar, denk ik, september of zo. Ja, dat was zeg maar in het nieuwe jaar. Ja. Of in het vorige jaar. Mm-hmm. Mm. Ja, gaat goed. Een beetje hetzelfde eigenlijk nog wel. Nog steeds hetzelfde. Ik werk nog steeds bij hetzelfde. We wonen thuis helaas. Ja, je woont nog thuis. Ja. Toen was je op zoek? Ja. Toen zei je misschien dat je dat appartement wel kreeg. Nou, heb je niet gekregen. Nee. Helaas. Ja, we gaan lekker op vakantie. Ja. Volgende week. Guys. We gaan met de zussen op wintersport. Dit wordt zo lit. Daar wordt één gekke vakantie. Het wordt één gekkigheid. Daar heb ik echt heel veel zin in. Ik ga de tweede burger kantelen. Ja, ik ook. Ik heb zoveel zin in. Nou, ik denk dat we een goede keuze hebben gemaakt met die witte ui. Ja, ik denk het ook. Anders wordt het te scherp misschien. Ja. Oké, dan komt ie. Het erg is, ik ga dit nu zo vaak craven. Is die goed? Ja. Die ui is allemaal rijp. Ja. Ik hou van ui. Ja, wij houden van ui, 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 augurk. En met u. Ik denk dat mensen echt throwback gaan krijgen naar onze mukbangs door dit. Ja. Ik krijg nog steeds comments op onze mukbangs. Nog steeds? Dit is mijn comfort video. Ik heb deze denk ik wel 10 keer opnieuw. Ja? Ja. Maar welke dan? Allemaal verschillende. Elke week krijg ik nog steeds comments op onze oude mukbangs. Mensen kijken het gewoon. Ze blijven het gewoon kijken. Omdat ze het zo leuk vinden. Zo leuk. Mm-hmm. Meisjes op mijn werk. Mm-hmm. Die kennen ons ook van YouTube. Ah? Die werken nu bij ons. En ze kennen bijvoorbeeld... Toen Bode werkte, kan ze een keer eten. Toen vroeg ze nog op de foto met Bo. Echt? En nu is ze zelf komen werken bij YouTube. Oh, wat grappig. En zou jij Sarah's video's kijken nog steeds. Ja. Ze kijkt jouw video's nog steeds. Dat is zo grappig. Ik vind dat zo leuk. Ja, dat is echt schattig. Maar dat was, als ik terugdenk aan die tijden, zo leuke tijd. Die coronatijden, weet je dat nog? Ik zeg, dat vond ik zo een leuke tijd. Dus toen vond ik het heel erg. Maar kijk dit even trouwens. Meer dan op mijn telefoon. Toen vond ik het heel erg. Maar nu kijk ik echt op een leuke tijd terug. Ja, ik ook. Denk jij nog wel erger vond? Wat vond ik die tijd? De coronatijd. Oh, de coronatijd. Ja. Nou, vond ik heel erg. Isabel vond het... Jongen, kijk, dat ik niemand heb meegemaakt die het zo erg vond als Isabel. Ik was zo een losbandig iemand. Ik moest uitgaan. Ik dacht echt van, ik ga... Nou, mijn vader zei... Maar was niet single? Jawel, ik was wel single. Dan met Deel? Was het daarna? Dus je na corona pas met Deel? Met voor? Hè? Daarvoor nog? Maart kwam corona. Oh ja, want toen ik het Stan kreeg, had jij een break. Nou, ja, met Stan voor het eerst had gezoend. Ja. Ja, die avond gaan we ons Excel... Nee, we gaan ons zelfs niet exposen. Je weet wat ik wil zeggen. Ja. Nee. We hebben echt ziek exposed, maar we gaan even voor onszelf houden. Ik vond coronatijd heel erg. Ik heb ook heel veel video's. In de video's kwam ik er ook heel vaak van... Ik vind het zo erg. En het was altijd... Ja, ik zat niet lekker in mijn vel. Ja, depressief. Nou, ik snapte het gewoon niet. En mijn vader die ging elke keer zeggen... Isabel, vergeet het. De leuke tijd komt niet meer terug. Dat is gewoon niet meer nu. Ja, zo zat hij echt. Daarom was ik zo... Dus alles gaat veranderen. Maar hij had de eerste periode van... Komt wel goed, niet zo janken. Ja. Dat komt echt wel weer terug. Maar daarna zei hij van, nou, ik denk gewoon dat dit het nieuwe nu is. Ja. Maar heel veel mensen dachten dat ook wel. Van, gaat het ooit... Je zag geen lichtpuntje. Dat was het moeilijke. Er was geen licht aan het einde van de tunnel. Nee, dat zeiden ze wel elke keer. Ja. Op het nieuws van, alles echt het einde van de coronatijd. Is het lichtpuntje dit en dat. Maar die kwam helemaal niet. Nee. Want maar elke keer kwamen er weer meer. Ik heb dus echt elke dag, was zoals nu bezig ben met of er sneeuw ligt op de piste. Was ik elke dag naar die coronacijfers aan het kijken. Van, het hele grafiek daar. En nog waar ben je mee bezig? Ja, ik wilde gewoon dat het wegging. Ja. Maar je had ook niet veel anders te doen. Dat was misschien Nee, wat deden we? Niks. Wat deden we? Niks, hè? Wij werkten bij de apotheek. Maar dat mocht nog. Ja. Maar we deden niks. Naar school, maar... Nee. Ook in de periode toch niet... Ja? Jij zat toen nog op MBO of Rijnland daar... Maar dat was toch mijn laatste schooljaar. Ja, laatste schooljaar was het. Ja. Wij ook nog opleiding gestart in Amsterdam. Ja, vond ik helemaal niet. Maar dat ging helemaal fout, omdat het gewoon online was ook. Ja, dat sloeg echt helemaal nergens op. Maar ik heb echt, denk ik, de leukste feestjes in corona gehad. Ja. Die waren helemaal gek. Gewoon compleet gekkenhuis. Iedereen ging helemaal loco die tijd. Of het was alleen bij ons, maar iedereen ging helemaal loco. Ja, en die spanning. En wij kregen haat... Ja. Wij hebben zoveel haat gehad op corona. Dat we van elkaars eten aten.
dat we naar feestjes gingen, dat we mensen zagen. Dat we met mensen waren, of met bijvoorbeeld de vriendin van mijn broer, ja. Toen, met Estelle. Mm-hmm. Er was zoveel haat van, hoezo ben je met haar, dat mag echt niet. Maar goed, dat is allemaal voorbij, nu gaan ze het helemaal lekker. Ja, gelukkig. Maar ook wel weer, ik zou niet willen dat het nu teruggaat. Nee, tuurlijk niet. Maar ik kijk er wel echt nu wel goed op terug. Mm-hmm. Maar ik had het liever wel op een andere leeftijd. Ja, wij waren net... Wij waren net 19, of 18. Nee, 18. Wij waren net 18, 19. Ja, ik was 18. Ja, jij werd 19 in maart. Toen begon het heel erg te worden. Ik dus wij waren net een klein halfjaartje in het beetje uitgaansleven. En toen was het onder ons vandaan gerukt. Dat vond ik zo erg. Mm-hmm. Zelf was 13 of zo, boeia. Ja, dan denk je, oh, lekker in de school. Lekker. Ja. Ja. Ah. Ja, ik vond het fantastisch. Jongen, sorry. Sorry, ik heb nog nooit zo gehoor gegeten, maar gewoon, normaal eet ik heel snel een gehoor. Maar dit was gewoon echt gehoor. Ik ga dit echt... Welk hoogtecijfer geef je het? Ik denk een 9,5. Ja, ik ook. Het enige minpuntje is dat het gewoon kut eten is. En we hadden ze de volgende keer iets groter. Dat is één grote burger. Ja. Maar op zich werkte maar dit voor ook de eerste keer... Als je iets aan jezelf mee mag geven aan die tijd van Isabel, 18 jaar, wat zou je dan tegen haar zeggen? Wat heb je geleerd in die tussentijd dat je denkt... Weet ik vind je wel nog heel erg hetzelfde, maar ook weer heel erg veranderd. Ja, ik zeg maar, ik ben nog steeds mezelf. Ja. Ik ben nog steeds af. Maar je bent al... wel relaxer geworden. Ja. En dan ben je... Toch? Ja. En dan ben je nogal... Dan ben je nog steeds een druktemaker in je hoofd. Ja, ik ben... Als iets is, ben ik een drukte, maar ik ben... Ik weet niet. Ik kan wel sneller de knop omzetten. Ja, dat wel. Ja. Maar ik heb ook een Curaçao gewoon. Dat wou ik ook zeggen. Ja. Door Curaçao ben ik echt... Wat is de grootste les wat je uit Curaçao hebt meegenomen? Sowieso echt alleen maar met mensen omgaan. Mm. Gewoon echt mensen achter je laten waar je echt niks aan hebt. Mm-hmm. Dat heel erg. En gewoon echt voor jezelf gewoon kiezen. Ja. Misschien ook meer alleen zijn. Ja, het alleen zijn. Jij kon niet alleen zijn. Nee, kon je alleen zijn. Meer het alleen kunnen zijn vind ik nu echt heel lekker. Mm-hmm. Ik heb ook echt tijd gehad dat ik het gewoon verslavend vond om alleen zijn. Ja, heerlijk toch ook. Ja, heerlijk. Dus dat, lekker alleen kunnen zijn. En lekker alleen met de mensen omgaan. Waarmee je het die zelf wat toevoegen. Wil. Ja. Ja. En jij? Wat zou jij je 19-jarige leeftijd? Dus zeg maar... Moeilijk voor te stellen van hoe stond ik erin toen ik 19 was. Snap je? Want nu klinkt het allemaal heel vanzelfsprekend. Ja. Van alles voor mezelf. Ja. Maar ik was toen wat... Misschien ook gewoon een droom is uitgekomen dat je hier woont. Ja. Dat je echt je... Ja, ver gaat YouTube gaat en zo. Was alles zagen een droom. Ja. Wij waren zeg maar geobsedeerd met beautygloss. Ja. Want wij wilden beautygloss zijn. En wij ben je beautygloss. Nou, nog niet echt. Nee, ik ben niet beautygloss, maar wel de dingen die ze doen. Ja. Klopt. Leuke PR-pakketjes. Ja. Oh, dat was mijn droom. Om een pakketje opgestuurd te krijgen. Oh, een pakketje. Ja, dat was echt jouw droom. Normaal. En events en mukbangs, events. Ja. Het is grappig. Het is, nu ik er zo in zit, is het zo normaal. Maar als ik dan aan terugdenk dat ik dat wou, dacht ik echt van... Ja, jij wilde dat zo... Het was echt gewoon, we hadden het er altijd over. Ja. En manifesten dit. Oh mijn god, zij krijgen gewoon pakketjes en... Ze staat gewoon op leuke events en zo. Ja. En een beautygloss event. En mm. Ja, en nu word je vergeleken met beautygloss. Ja, nu, oh my god, ik ben het lookalike van beautygloss. Ja, echt grappig. En beautygloss deed ook altijd mukbangs. Moet ook altijd kijken. Zij deed ook mukbangs, ja. Nog steeds is ze wel. Ja, leuk. Heel leuk van haar mukbangs ook. Lekker. Ze is heel aardig ook, in het echt. Heel lief. Die Taco Bell en zo. Kom van haar. Ik wil echt niet weten hoeveel calorie dit is. En ik denk... Niezen. Ja, hoeveel zou het zijn? 1500. Bij elkaar? Meer. Per persoon. Ja, hoeveel zou al die saus. Al die saus. Deze bak saus. Nee, ik denk 1000. Nee, veel meer. We hebben heel die bak saus. Ja. Oh. Heel die bak saus is al 1000 calorieën. Ja, dat denk ik ook. Het is vooral niet veel, maar heel vet. Het is fucking dat is vet. Het. Droog die saus, er saus vult niet. Maar er zit wel veel calorieën in. Ja, dat is het. Dat is het. Die saus is echt boosdoener van alles. Maar wel lekker. Ja. Ja, we hebben heel die bak op. Het is echt niet normaal, hè? We hadden echt deze bank helemaal vol. Tot een nok vol. We hadden hier overheen gegooid. Het was gewoon bij elkaar denk ik, één fles. Met al die saus bij elkaar gegooid. Oh, wat erg. Zo, hier krijg je echt... Hier ga je aan. Hier, dit mag je echt maar één keer in het half jaar eten eigenlijk. Want anders ga je gewoon dood. Ja, dan val je gewoon dood neer. Ja. Ah, ik snap wel dat al die mensen in Amerika obese hebben. Ja, maar kijk, al die sausen en die eten die hun... Maar hun eten zoveel. Maar hun eten echt heel veel, hè.
als je daar ook een menu bestelt, is dat gewoon 2 keer zo groot als hier. Ja, ziek, hè? Ik ben echt blij dat mijn craving waar is geworden en dat het ook op film staat. Dan kan ik het gewoon terugkijken. Ja, dat je denkt, oh, dat was zo lekker. Maar ook echt die ik ben zo benieuwd hoe het beeld uitziet. Ja, ik ook. Ziet het er echt goor uit of ook craverig? Ja, weet ik veel. We halen Amerika gewoon hier naartoe. Ja, we moeten gewoon... Amerika komt niet naar ons, dus wij komen gewoon naar Amerika. Precies. Oh ja, wat ik mijn 19-jarige zelf zou zeggen. Oh ja, mag ik het eitje opeten? Tuurlijk. Misschien gewoon doen wat je zelf leuk vindt. Trek je niet aan van anderen. Kom voor jezelf op. Ik was echt heel anders toen ik 19 was. Ja. Ik vind jou nog wel een beetje enigszins hetzelfde. Ja. Maar ik ben echt heel anders, vind ik. Ja, je bent heel volwassen. Je staat heel anders in het leven. Ja. Je was op zo'n agressieve... Ja. Agressieve, maar dat kwam misschien ook omdat je thuis woont. Ja. Ik zat echt nog in mijn puberende, rellende fase. Dat had jij echt. Heel kattig. Ja, heel kattig, ja. Heel... Ja. Heel... Ja, nu heb je dat niet. Nee. Echt, ja, misschien toen ik thuis woonde wel meer. Ja, ik ben gewoon rustiger geworden ook. Wel, ja. Ik kan heel gek zijn ook nog steeds. Ja. Maar toen was ik echt gewoon in die puber. Gewoon echt zo'n puber was ik. Ja, dat was echt zo'n puber, ja. En ook gewoon met uitgaan. Het ging niet goed. Nee, altijd ik agressief. Heb gewoon nu, misschien omdat... Ja, gewoon misschien omdat ik nu veel meer rust in mijn eigen leven heb. Uit dat ook als ik dronken ben of daar ben. Of ja, daar. En misschien vriend. Ja, ook. Maar als ik standen niet hebben, zou ik dat ook niet meer worden. Nee, okay. Ja, maar toen zat ik thuis gewoon niet chill of zo. Nee, je wilde gewoon weg. Ik wilde gewoon mijn huis... Ik was zo mijn eigen persoon. Ik dacht, ik wil niet jouw regels volgen. Ja, ik wil zo was je echt opstandig. Ik doe dit. Oh, en nu heb ik echt fucking goede band met mijn moeder. Ja, maar dat is beter. Ja. Dat je dan niet bij elkaar in de ruimte bent. Ja, dat ging echt niet. Echt zielig voor mijn moeder. Echt zielig. Dat is heel zielig. Maar ja, dat is gewoon helemaal zo. Nu kunnen we erom lachen. Ja, als ik een piebelende dochter krijg, nou, dan weet ik wel hoe ik ermee om moet gaan. Mm-hmm. Wat zou jij doen als jij... Ik denk dat jij er niet tegen kan. Jij zou hem compleet flippen. Als ik een puberige dochter heb, ja. Dat is echt niks voor jou. Maar dat worden ze niet. Dat weet je zo niet. Opvoeden. Ja, dat weet je niet. Gewoon echt... Dat zei mijn moeder misschien ook. Mijn moeder is jou. Is wel mijn moeder. Lijken dus best wel op elkaar. Ja, wij lijken best op elkaar. Ja, wat zou ik dan doen? Ja, je moet het echt proberen los te laten. Wat ik heb mega ervaren als hele puberende, reddende chick, is hoe harder jij het ene zegt, hoe harder je het ander doet. Ja. Dus als jij zegt, je mag dit niet, je mag dit niet, je mag dit niet, ging ik dit precies dan doen. En dan vond ik wel weg. Ik loog de hele boel bij elkaar, zodat ik naar dat feestje kon. Ja. Dus je kan wel zeggen, je mag er niet heen. Dan kan ik zou gewoon... Beter zeggen, ga er maar heen en dan haal je op. Ja. Ja, dat zou ik ook precies zo. En dan zeg ik, wil je niet ophalen? Ja, dan mag je niet. Of je zegt, oh, sorry, weet ik veel. Ja, want dan zegt ze, ja, dan ga ik bij die slapen. Ja, dat ken ik ook. Ja. Die ken ik. Ja, ook liever op. Maar je zag ook heel veel vriendinnetjes van ons die juist heel open met hun ouders waren. En die deden dan ook die slechte, die verkeerde dingen niet. Nee. Maar ik denk dat, ja, dat is wel zo, ja. Ik ben wel van overtuigd. Ja. Als je van je ouders niks mag, of ze dat uit is ook echt van je mag het niet, of dit of dat, gaan ze het juist doen. En je pubers willen het dan juist. Je mag niet drinken. Het maakt echt mee dat je het zelf niet mag. Ja. Ze gaan gewoon. Ja. Dat als is je echt allemaal puber. Wel mag, dan luisteren ze ook voor mijn gevoel meer. Want dan hebben ze een soort meer respect. Van oké, je bent rechtvaardig in wat ik wel en niet. Want ik dacht altijd, je dwarsboomt mij niet gewoon. Je wilt dat het niet gaat. Je wil het nu gewoon expres. Ja. Je misgunt gewoon. Ja, dat. En als je dat gevoel niet aan je kinderen geeft dat je niet misgunt, maar als je bijvoorbeeld echt uitlegt van, nou, nu wil ik het niet om dit en dit, dan nemen ze het denk ik ook eerder van je aan. Ja, dat denk ik. Dus een levensles naar iedereen die denkt, ik ga mijn kinderen echt... Strak aan de touw zetten. Niet doen. Ja, het verschilt denk ik ook wel met per kind, hoor. Als je een kind krijgt... Die niks wil. Die niks wil. Lijkt me ook moeilijk, hoor. Ik wil gewoon een kind die gewoon mijn beste vriendin is. Ja. Mijn beste vriend. Die alles kan zeggen. Ik hoef echt niet alles te weten, maar wel dat je het wilt en kan zeggen. Ja, precies. Zo ga ik mijn ouders zeggen. Dus mijn ouders. Zo ga ik mijn kinderen opvoeden. Ja. Mijn ouders. Die hebben dat niet echt, Nee. Die waren niet echt open of zo. Die vonden alles maar raar. Ja. Dus ik ga echt niks zeggen. Vooral je vader. Mijn vader vindt alles raar, dus ik zeg niks. Hij vindt ook raar dat we gaan eten. Uit eten vindt hij raar, als ik uit eten ga. De kleding vindt hij raar. Jongens. Hoe we praten. Hij vindt alles raar. Dus als ik nieuwe kleding heb gekocht, zeg ik niet eens. Als ik uit eten ga, lieg ik. Ja. Want ik zeg altijd van, ik ga gewoon Je huis. Hebt geen zin om die Want die ik krijg weer van, oh, dan sta ik het weer uit eten. Hi, back. Maar mijn moeder ook. Haar vader, mijn moeder zijn broer zus. Ja. Dus jouw moeder vond het ook mooi. Heel, nee. Dat heb ze losgelaten. Ja. Ik snap hun ook.
Ik ook. Maar tuurlijk. Niet zeg het houdt gewoon. Je moet jezelf. Ook niet alles leuk vinden wat je kind doet. Nee. Van, oh, leuk. Leuk. Nou, ja. Lekker 100 euro. Lekker. Nee, dat hoeft nee. Ook niet. Maar ik ben zo trots dat jij 500 euro hebt uitgegeven. Nee, dat niet. Maar gewoon. Ja. Dus we moeten midden. Eens. Ja, we hebben het gewoon eigenlijk zo goed. We hebben het gehad. Ja. Ik ben erg satisfied. Ik voel het top. Mission complete. Dit ja. Was echt. Dit was lekker. Ja, dit was een goede beurt. Oh, die nossel jeukt. Ze wil eraan draaien. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik vond het super leuk. Ja, binnenkort weer misschien een ander leuk mukbangetje. Laat maar weten. Ja, laat me weten in de comments. Sushi. Misschien kunnen we nog een keer sushi met bonen doen. Ja, goeie. Dat is altijd leuk ook. Ja, lekker op. Als jullie zeggen, oh, die craving van die... Ja. We gaan het maken. We kunnen nog een keer Taco Bell doen. Ja, dat wil ik ook nog. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!